Welkom bij mijn analyse slash review over een fragment uit de intro van de welbekende kinderserie Bob de Bouwer. Zoals jullie weten keek ik als klein kind zijnde naar veel verschillende kinderseries en films en waren dit vaak klassiekers. Zo keek ik als klein kind zijnde ook altijd naar de serie van Bob de Bouwer. Ik weet nog dat ik op vijfjarige leeftijd zelfs een computerspel van Bob de Bouwer had, waarin je onder andere taarten kon maken als ik het me goed herinner. De serie van Bob de Bouwer heeft enorm veel afleveringen die super leuk, avontuurlijk en leerzaam zijn voor kleine kinderen. En dit maakt het een erg goede kinderserie. Een van de dingen die mij daaruit echt bij is gebleven is een fragment uit de intro. Ik laat jullie even zien welk stuk ik precies bedoel. En daarna geef ik mijn analyse slash review erover en vertel ik jullie wat het naar mijn, me het naar mijn mening een goed, leuk, overzichtelijk en leerzaam intro-fragment maakt voor kleine kinderen. En Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen is niks te dol. Bob de bouwer kunnen wij het maken. Bob de bouwer. Nou en oh, die het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Wat een leuk en duidelijk introfragment. Wat dit introfragment zo leuk maakt naar mijn mening, is allereerst al hoe het begint. De intro begint met een logo dat in een paar seconden tijd in elkaar gezet wordt met een bouwplaat en de drie woorden van Bob de Bouwer. Dit vind ik ten eerste heel goed omdat je zo gelijk vanaf het allereerste moment dat je als klein kind zijnde de serie kijkt meekrijgt wat de naam van de serie in de hoofdpersonage is. Maar daarnaast ook omdat ik het qua creativiteit heel leuk in speels gedaan vind. De naam wordt namelijk niet alleen groot weergegeven maar wordt echt gebouwd met een plaat die over schroeven beschikt. Daarop wordt woord voor woord Bob de Bouw geplaatst. Daarbij zijn ook een soort bouwgeluiden te horen als begin van het welbekende intro lied. Dit maakt het dus dubbel leuk. Je weet als kind zijn er meteen de naam van de serie als je het voor de eerste keer voorbij ziet komen op tv. En het wordt ook nog eens op een leuke en creatieve manier in beeld gebracht. Helemaal in de stijl waar de serie om draait. Hierna klinkt het welbekende refrein Bob de Bouw kunnen wij het maken nou en of... En hoewel bijna iedereen dit nummer inmiddels wel kent, is het de melodie en zongtekst die je als klein kind zijn snel onthoudt en eenvoudig na kunt zingen. Dat vind ik ook goed, want je hebt soms van die intro liedjes die best wel snel gezongen worden, instrumentaal zijn of die een grote hoeveelheid in informatie bevatten. En dit is gewoon lekker eenvoudig en goed te onthouden voor kinderen. Hierna komen alle personages in beeld en worden hun naam in het intro lied benoemd. Dit vind ik ook erg goed gedaan, want zo leren de kinderen snel hoe alle personages eruit zien en hoe ze heten. Als ze de serie voor het eerst zien, maken ze vanaf het allereerste moment, het zien van de intro, al kennis met de personages. En mochten ze de namen vergeten, dan horen ze het aan het begin van elke aflevering weer opnieuw wanneer ze de intro zien. Hierna wordt gezongen: Bob en zijn maatjes maken lol, werken ze samen, is niet zo te dol. En hier, daarbij is ook een beeld te zien dat Bob en Rolly hard aan het werk zijn met bouwen. Deze tekst zorgt ten eerste voor een vrolijke sfeer in de intro, maar daarnaast ook voor een aanmoedigende sfeer. Het leert je als klein kind zijn er namelijk om activiteiten met plezier te ondernemen en het niet alleen maar te doen omdat het moet. Het geeft je dus een positieve mindset om actief bezig te zijn en te genieten van hetgeen waar je mee bezig bent. Hierna wordt het refrein herhaald en dit keer zie je dat de personages ook echt aan het bouwen zijn terwijl het refrein klinkt. Ook dit gedeelte is weer leuk gedaan, want zo associeer je als kind zijn de woorden die gezongen worden, sneller met hetgeen waar ze over gaan. En zeker als je nog heel klein bent en net woorden aan het leren bent, krijg je zo dus een beter beeld van wat ze inhouden. Daarna worden de rest van de personages geïntroduceerd. En ook dat vind ik erg goed, want als je eenmaal begonnen bent met het voorstellen van de personages, moet je dat natuurlijk wel bij alle personages doen en niet alleen maar bij een paar. De makers hebben er wel goed aan gedaan om het eerste en het tweede gedeelte van het voorstellen te splitsen, omdat het anders door de grote hoeveelheid personages wel een hele lange lijst aan namen achter elkaar zou zijn geworden. Dat zou het onoverzichtelijk maken en moeilijk te onthouden als kind zijnde, dus ze hebben er goed aan gedaan om het op te splitsen. Eerst een aantal personages voorstellen, dan wat andere dingen laten zien en horen, en daarna de rest van de personages voorstellen. Als we het hebben over kinderseries die al lang bestaan, vind ik dit dus een erg goede intro. Omdat het voor kleine kinderen veel nuttige informatie over de serie en de personages meegeeft. Op een leuke, vrolijke, speelse en overzichtelijke manier. En daarnaast ook bijdraagt aan het hebben van een positieve mindset tijdens het ondernemen van activiteiten. Mijn complimenten naar de makers. Echt een supergoed intro-fragment.